Nou, wat we zien is dat dankzij het verplicht voorschrijven van de startonderbreker de autodiefstal in Nederland de afgelopen 10, 15 jaar is gehalveerd. Het is gewoon echt moeilijk om een auto met een startonderbreker te stelen. Want in feite kan je een auto niet meer wegrijden zonder dat je de sleutel in contact hebt. Vroeger had je nog wel in de film draadjes verbinden, et cetera, en deed hij het. Maar dat is voorbij. Je ziet nog wel dat het effect is kleiner voor de echt wat duurdere auto's. Klaarblijkelijk hebben we daar toch wat meer met professionele dieven te maken. En die zijn gewoon wat moeilijker tegen te houden. Maar ook daar zie je een duidelijke daling. Het lijkt een goede maatregel tegen gelegenheidscriminaliteit. Ja, dat vooral. Je ziet dus dat de mensen die vroeger in de jaren 80 en 90 uit de bar kwamen, 's nachts tijdelijk vervoer nodig hadden, of degene die voor een lolletje gingen joyriden, dat eigenlijk over is. Dat zie je niet alleen in Nederland overigens, maar ook in heel veel andere Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, waar dat nog sterker is, waar mensen minder snel een fiets hebben of een brommer om thuis te komen. Dus die gelegenheidsdiefstal die is eigenlijk bijna zo goed als verdwenen. Ook nu er nog maar weinig auto's tot geen auto's zijn die nog geen startonderbreker hebben. Ik bedoel, sinds 1998 is verplicht. We zijn nu zoveel jaren verder dat de meeste auto's zonder startonderbreker zijn verschroot. Dus die zijn er niet meer. Maar belangrijk is wel dat het is niet alleen de gelegenheidsdiefstal. Je ziet ook duidelijk een daling in de professionele diefstal. Het is echt duidelijk afgenomen. Het is echt duidelijk moeilijker geworden om zijn auto te stelen. En de laatste tijd zie je wel bepaalde modellen, bijvoorbeeld de VW Golf. Zie je mensen die bijvoorbeeld met de laptop in de hand en met wat software dan dat motormanagement kunnen overnemen en op die manier de startonderbreker kunnen omzeilen. Dat kan, maar je ziet, dat vereist natuurlijk nog wat investeringen en wat kennis en zo. Dus dat doet niet iedereen zomaar. Dus ook de wat eenvoudige professionele diefstal, die is ook verdwenen. Kun je nou ook een kostenbaatanalyse loslaten? Ja, zeker. En dat is heel relevant in dit geval. Want de maatregel is wellicht effectief, zoals we laten zien. Maar dat wil niet zeggen dat de kosten de baten waard zijn. En vooral in dit geval hebben we het over een heel klein risico. Autodiefstal komt weinig voor en dat was al voor 1998 duidelijk het geval. Nou, wat we zien is een startonderbreker kost ongeveer €50 per auto om dat te installeren. Maar goed, je moet aardig wat startonderbrekers installeren om één autodiefstal te voorkomen. En als we de resultaten van de studie gebruiken, dan schatten we de totale kosten om één autodiefstal te voorkomen op ongeveer €1500. En we weten dat de kosten van een autodiefstal duidelijk hoger zijn dan die €1500. Kortom, dit is een goede besteding van middelen. Is het nou een goed idee geweest om dit vanuit de overheid te regelen? Ja, nou, we zien duidelijk dat de baten de kosten overtreffen. En hoe kan dat nou? Want kunnen mensen niet zelf zorgen voor het voorkomen van autodiefstal? Nou, wat we zien is dat mensen meestal maatregelen nemen als het te laat is. Mensen reageren en anticiperen niet. En daar, op dat punt, heeft de overheid dus ingegrepen. En wat je ziet is dat eigenlijk de autobezitter niks hoeft te doen. Het enige wat je moet doen is de sleutel uit het contact halen en dat lukt de meeste wel.